Hij hoeft niet zo te reageren natuurlijk. Maar dat was de tweede keer, want eerder die wedstrijd pakte hij ook al iemand bij zijn keel. Suzanne. Ja, Suzanne. Hallo, je kijkt naar de nieuwe voetbalfit. Stefan is op vakantie. Je moet het bij mij doen. Ja. Berg. Ja, even wat anders. Ja. We hebben ook weinig publiek weer. Zoals je ziet hebben wij alleen maar 3 jongens. Gezellig. Nou, leuk dat jullie er zijn. Volgende week hebben we Pickboys hier zitten, hopen we. Dus dan... ik zie jouw kop vertrekken. Wat is er mis? Nee, gaan we doen. Ja. Oh. En ik heb een mooi shirtje aan, omdat wij Valken nooit hier aan tafel hebben, heb ik maar een Valken shirt aangedaan en heb ik meteen ook een oproep of alsjeblieft mensen van Valken eens een keer willen aanschuiven hier. Ja. Zo, heb je al gevoetbald? Ja. En? Hoe komt het? Harder praten. Ja, ik heb verloren. Verloren, hoeveel? Ja, met de grote zijn. 13-2. Oh. Oeh, en heb je daar een aandeel in gehad? In die nederlaag? Nee. Jawel, jawel. Oké, Matthijs? Ja, mijn team heeft 3-1 gewonnen. Zo, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Rij? Ik heb al 2 wedstrijden gehad. 2? 1 gelijk en 1 winstje. Nou, dat... Tegen ADO, hè? Er zijn 2 wedstrijden. Ja, ik ben al bij de volgende. Nou, nee, dat mag. Dan. Er zijn 2 wedstrijden. Ik heb 2 wedstrijden gespeeld. Ja. Nee, er zijn 2 wedstrijden geweest en ik heb er 1 gespeeld. Oh, waarom? Omdat ik examen moest doen. In wat? Ah ja, voor de KNVB. Ah, en hoe ging dat? Dat is wat anders. Ja, ik ben geslaagd. Ja, gefeliciteerd. Ja, had zelf nooit verwacht. Gefeliciteerd. Hey, ook geen Clickboys aan tafel. Dus, ook geen Rijnsburg. Ook geen Rijnsburg, verrekt. Ik vergat gewoon de Rijnsburgers, joh. Dat is die tv aan mijn doen. Hoe kan je die nou vergeten? De hele tijd uit en dan weer aan. Lekker boeien, joh. Hey, alles is op vakantie. Stefan is op vakantie, tv is op vakantie. Hey, we gaan het meteen even hebben over een filmpje wat viral is gegaan op Dumpert. We gaan even naar kijken. Meneer, er komt zo iemand met een bal. Nee, ik tel tot 3. En de eerste die zijn bek doet, sla ik voor zijn flikker. Hard. 1, 2, 3. En wegwezen. Nou, ik zou me niet aanraken met die stok. Oh nee? Nee. Nou, probeer het dan. Probeer het dan. Hé, hey, wat doe jij dan, joh, gek? Zo, ben je helemaal gek. Ben je helemaal gek, joh? Hé, hey, weg! Niet! Rustig, joh. Ik doe het. Hé, hey, ik heb het allemaal gefilmd, mis. Ik doe niks, joh. Kijk wat die man doet, man! Hij is knettergek! Kom nu, joh. Ik doe toch niks? Hey, hij slaat hem. Kappie! Ja, kappie! Ik doe niks! Hé, hey, doe eens normaal, joh, kneuze! Ja, er nog één? Hey, doe normaal, joh, opgedonderd! Hé, hey, donderstraal op, joh, gek! Hé, donderstraal! Dit was in Oegstgeest. Niet in Katwijk, maar ik bedoel... Het is toch in de buurt, heel goed. Reactie? Ja, heftig. Vooral omdat we die ene video toen hadden gemaakt bij Rijnvogels. Dat gewoon voetbalvelden open moeten zijn voor iedereen. Ik weet niet, dat heb ik niet gecheckt. Ik weet niet of het in Oegstgeest ook moet. Maar ik denk het wel. Dan weet ik het ook niet. Maar ja, ik vind het, niet normaal. Ja? Ja, hoe die man reageerde, vond ik een beetje, overdreven. Ja. Denk jij dat dat iets voor afgegaan is? Ja, dat daar dacht ik wel ook. Daar ik denk dat ze daar zo iets eerst hadden gedaan met een bal of zo, of over de hekken geklommen. Ja. Ja. Jij? Ja, daar dacht ik dus eerst ook over na, want ik weet natuurlijk niet wat er voorafgaand is gebeurd. Dus, jij kent die jongens? Of kent één jongens? Ja. En als je zo inschat? Ik ken hem niet heel erg goed. Oké. Nou ja, het is alleen een beetje speculeren. Ik zag wel dat ze op het hoofdveld zaten. En bij sommige clubs is het dat je niet op het hoofdveld mag. Oh, kijk. Ja, dat heb je goed geanalyseerd. Zo, Rijnvogels ook. Echt? Mag je bij jullie niet op het hoofdveld? Bij jullie? Bij Rijnvogels niet. En bij jullie? Jawel, maar ja, je hebt er niks aan, want de doelen die staan ingeklapt. Dus. Oh ja, precies. Gaat het lekker, jongens? Wat hebben jullie? Hij zit in de knoei, hoor. Oh. Hey, maar ik heb ze gesproken. Ik had ze graag hier als gast gewild. En ze zouden ook komen. Althans, ze waren heel enthousiast. Maar uiteindelijk begonnen ze toch een beetje terug te krabbelen gisteren. Doei, jongen. En loop je mensen in en uit. Maakt geen reet uit. Ze begonnen terug te krabbelen. En uiteindelijk zei ik, joh, kom gewoon, is het hartstikke gezellig aan tafel. We maken het niet af, we maken geen geintjes erover, et cetera. En toen zeiden ze vandaag dat ze ineens moesten trainen.
Ja, ik zie je hoofd. Ja, nou, in ieder geval ze zeiden dat ze geen bal hadden en het, de regel bij Oeschees is, zeggen ze zelf, dat als je een bal hebt, dan mag je voetballen. En er was nog geen bal, die zou later komen en die man ging hem slaan omdat ze geen bal hadden. Maar ik begrijp wel, als je geen bal hebt, dat je dan, dan kan je andere dingen doen. Zoals? Want je hebt ook hangjongeren misschien. Ja. Dus. Hoe is dat bij jullie? Hebben jullie problemen? Nou, ik weet niet of je op Rijnwil problemen hebt, maar op Rijnwil kan je via elk moment... je kan over het hek klimmen, maar je kan ook bij je asielzoekerscentrum, heb je aan de andere kant, kan je ook gewoon over een slootje heen. En dan oh, maar het hek is niet open? Niet altijd. Oké, okay. Het schijnt dat die open moet blijven. Ja, maar dat was de vorige keer bij ons ook niet. Nee, ja, toen moest je over het ijs. Ja, precies. En in Katwijk, weet je dat? Ja, die is al altijd open. Altijd open. Alleen op bepaalde dagen, toch niet feest of zo, iets met... Ja, feestdag, maar ik weet niet, ik ga niet heel vaak voetballen op zondag, maar er is sowieso... Aan de achterkant is er een hekje, daar kan je gewoon in. Ja, op zondag is hij wel open, maar op bepaalde speciale dagen is hij wel open. Is hij hek is wel gewoon open. Ja, we kunnen niet wat voor Kickboys vragen, want er is geen Kickboys en ook geen Rijnsburgse Boys. Nee. Hey, we kunnen er lang over praten, we weten niet wat er gebeurd is. Helaas zijn de jongens hier niet, maar het is zo duidelijk dat het niet op deze manier gaat, toch? En we gaan naar Michiel, want Michiel heeft de standen en de uitslagen van afgelopen weekend. En die vertelt wat er komende weekend te doen is. Ja. Katwijk heeft 2-1 verloren van Spakenburg. Bart Centuur kreeg rood. En zaterdag moeten ze thuis tegen VVSB. Quick Boys heeft 5-1 gewonnen van AFC Ajax Amateurs. Er waren deze wedstrijd 2 eigen doelpunten. Allebei van AFC Ajax Amateurs. Quick Boys gaat na deze wedstrijd door als koploper. Na zaterdag spelen ze tegen de nummer 3 Stedoco. Rijnsburgse Boys heeft 2-0 gewonnen van Jong Sparta. Rijnsburgse Boys staat nu tweede en volgende week moeten ze, na zaterdag, moeten ze tegen de allerlaatste Kozakken Boys. Rijnvogels heeft 1-1 gespeeld tegen DFS. Zaterdag moet Rijnvogels tegen SC Feyenoord. Dit gaat erom spannen omdat ze hebben evenveel punten. Nou, dankjewel Michiel. Over Kozak. Oh, je mag wel klappen worden, dat vind ik ook. Lekker hoor. Hij wordt net een week beter, jongen. Gaat helemaal lekker. Hey, over Kozak de Boys. Dat verwacht je toch niet? Op de laatste speeldag vorig seizoen konden ze nog kampioen worden. Ja, maar ook wat anders. VVV Katwijk speelt tegen Kozak. VVV, sorry, dat is wat anders dan VVV. Katwijk speelt tegen Kozak de Boys, dat ging helemaal mis. Nou. Wat nou? Mensen was heel leuk. Dat was een. Oh, jij bent een echtel? Met de trainer. Dat opstootje. Tussen? Suzanne en de assistenttrainer. En we hebben Suzanne hier aan tafel gehad. Ja, dat heb ik. Hij liep langs van bij mijn trainingsveld. Ja? Ik heb het nog tegen hem gezegd, hè? Wat zei die? Ja. Nee, hij was fout. Nee, de assistent was fout. Ja, maar dan nog. Hij hoeft niet zo te reageren natuurlijk. Zo, maar dat was de tweede keer, want eerder die wedstrijd pakte hij ook al iemand bij zijn keel. Suzanne? Ja, Suzanne. Jij zit echt goed te luisteren. Wat vind jij daar nou van? Ja. Weet je het wel? Heb je dat filmpje eigenlijk al gezien? Nee, heb ik niet gezien. Oh. Ja, dat snap ik ook wel. Kijk, er was een ruzie tussen assistent-trainer en Suzanne. Suzanne heeft ook een functie voor functie. Die assistent-trainer ook. Ja, ik snap het gewoon niet, dat opstootje. Nee. Natuurlijk, we proberen de tempo uit het spel te halen, maar... Ze hebben in ieder geval het nieuws gehaald. Ja, als aanvoerder wil je eigenlijk het goede voorbeeld te geven. Ja, hetzelfde als assistent. Wat vind je? Moeten er dan sancties komen? Ja, hij aankomende... Hij was afgelopen wedstrijd geschorst, maar deze wedstrijd is ook nog geschorst. Hij had twee wedstrijden in totaal. En die assistent. Ja, dat hebben we toch een vraag aan Daan. Wat vind je als een aanvoerder zoiets doet, hè? En dat meerdere malen gebeurt, vind je dat hij dan uit zijn rol als aanvoerder moet? Nou, ik vind sowieso niet dat dat dan de aanvoerder moet zijn. Want het is toch wel iemand die een voorbeeld heeft. En wat vind jij zelf als VV Katwijker? Ik ben het met Daan eens, maar ja, iedereen die Bart wel even uit zijn voegen natuurlijk. Want wat lach je nou? Ik niet hoor, ik ben altijd rustig. Oké, we houden erover op. Hey, wat anders, het bestuur. We blijven bij VV Katwijk hoor. Gebeurt er bij jullie eens wat? Ja, er gebeurt bij Rijnvogels, ja. Wat gebeurt er? Niks. Het is gewoon een voorbeeldig clubje. Ja. Ja, maar ze bestaan ook net. Ze bestaan ook net. Wat is net? 15 jaar. Oh. Ja, nou. Echt? Ja. Ja, wat dacht je dan? 2003. Ja, dat weet ik. Hier zie ik op je borst staan. Woe! Ja. Vier. Ja, hoi.
Ja, maar dan kunnen ze toch al 13 jaar bestaan. Ja, maar er zit daar dus, wat hij bedoelt te zeggen is, daar zit dan nog geen van oudsher uit de historie, zit daar nog geen strijd in, weet je. Het is gewoon... Rijnvogels is ook een familieclub van gezelligheid. Ja. Ja, precies. Een beetje... Je hebt het bij wel gezegd dan bij Katwijk draait het echt op voetbal. En dus ook bij Quickboys draait het ook alleen maar op voetbal. En bij Rijnvogels draait het om het samen zijn. Ja, en toch zie je ook bij Rijnvogels is selectie... bij Katwijk, als je kijkt naar de selectie, is daar echt... dieet. Ja. Maar bij Rijnvogels merk ik niet, mijn broer zit al nu in de B1, maar die hoeft geen dieet te hebben. Ze zijn niet zo streng daarop, om maar dat te zeggen. Nou ja, ik zie Daan al, die vindt dat wel prima zo, toch? Ja. Gewoon lekker ontspannen. Maar Daan vindt alles prima. Dat klopt. Hé, we blijven toch even bij Katwijk, want er is een sfeer. Team, of een, hoe noem je dat? Een sfeergroep? Vertel eens, Matthijs. Matthijs zit erbij, want ik heb ook een foto gezien van de hele groep. Met alleen Matthijs aan de zijkant met een rood... Nee, oranje t-shirtje aan. Ik monteer hem erin. Zo. Ah, mooi fotootje. Ja, mooi. Ja, vertel, wat is het? Ja, er was een botsing tussen het bestuur en de supportersgroep. Het ging over, volgens mij, met... de sfeeracties die hier gebeuren en met het vechten afgelopen tijd. Ja, want ze wilden de fakkels wilden zij verbieden. Rookpotten. Rookpotten en fakkels. Volgens mij ging het zo daar iets ongeveer. Want ik heb twee verhalen gehoord. Ja. Want het ging over vechten en ik had er één gehoord over fakkels en rookpotten. En vuurwerk toch? Ja, dat is dat staat erom. Dat willen ze dus, dat wilden ze verbieden, het bestuur. Ja. Daar is de team, hoe noem je dat, de sfeerclub? Ja, ik zal het even snel lezen. KBN 1939. Ja, in ieder geval, de supportersgroep is daar heel boos over geworden. Ja. Nou, maar is het nodig, kijk ik daaraan, is het nodig om als je sfeer wil maken om dan rookbommen en rookpotten aan te steken? Het hoeft niet, maar het helpt wel. Nou, dat is maar extra. Ik zou het als speler fijn vinden als supporters zulke dingen doen. Ja. Dat zou een team heel veel kracht geven, vind ik. Ja. En verbieden kan toch niet, want als je kijkt bij Rijnvogels, er wordt achter de sponsorborden worden soms in december of zo, worden nitraat afgestoken. Ja. En dat wordt niet bij de supporters zelf. Ja. Want dan komt de beveiliging. Ja. Oké, ik lees dat ze eruit gekomen zijn. Weet jij wat eruit gekomen is? Ik hou me er niet mee bezig. Kijk toch wel weer je neef aan? Ja, dat mag. Ik heb het nog niet heel goed gelezen. Ik heb alleen gelezen dat de neuzen weer de goede kant op stonden. Dus ja, dus dat dacht ik. Nou, dat zou wel goed zijn dan. We houden het in de gaten. Ja, we houden het in de gaten. Ja. Hey, even wat anders, dan ga ik afsluiten. Want het duurt allemaal veel te lang weer. Er zijn al een hele tijd geen challenges meer geweest. Ja. Hoe kan dat? Ja, we kunnen allemaal niet. Nou ja, ik mag weer voetballen. Mooi. Ja, ik weet niet. We hebben het er nooit echt over gehad. Ja, wel. Iedereen heeft druk. Ja, school is weer begonnen. Ik kan nu wel, want ik moet kwart over 5 tot kwart over 6 trainen, dus ik kan het allemaal wachten. Maar heb je het ook zo druk? Is jouw agenda ook helemaal vol? Nou, het ligt eraan op welke dag. Ah. Wat voor challenge zullen we doen? Eerst volgende challenge, want we hebben het beloofd dat ik nog een challenge met Robert Cézanne doen. Ja, nou, Groenman ook toch? Groenman ook nog. En moet er nog eentje bij verzinnen dan nu? Nou, we kunnen... Met z'n allen. Met z'n allen? Of zoiets. Wat dan? Ja, de McDonald's. We kan ook, wat zij zei, een keer, de eerste keer die in het publiek, zo'n FIFA ding. Ja. Dat iemand in een oortje bespreekt wat je moet doen, dat zei iemand van de... Dat was Matthijs, zei jij? Nee. Ik zei het niet. Nee, lijkt me wel... Dat is wel leuk. Oké, nou gaan we dat doen. Eerst volgende keer gaan we een FIFA challenge opnemen met dat je moet besturen zoals iemand anders in je oor vertelt. Ja. Oké. Jongens, jullie bedankt voor het aanwezig zijn. Ja, jij ook. Ja, graag aan. En ik wil graag mijn gasten van Dumpert bedanken dat ze er ook waren. En ik zie jullie de volgende keer bij een volgende voetbalwits. Zullen we klappen? Ja. Oké.